Dames en heren, welkom op deze zondag bij Omroep Zeeland. Laten we eerst beginnen met het nieuws. De Franse ploeg die meedeed aan het Europees kampioenschap wielrennen in Zeeland is zwaar gedupeerd. 15 van hun fietsen werden in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit het hotel in Wemeldingen. Ze stonden in de kamer met de deur op slot. En ja, het is gewoon georganiseerd op een of andere manier. Dus ik hoop als ze camerabeelden hebben of dat ze toch smerige dingen kunnen achterhalen. De damesjunioren waren door de diefstal gedwongen om vanochtend hun wedstrijd op fietsen van de neutrale materiaalwagens te rijden. Daarnaast kon een Franse belofte vanmiddag niet van start gaan omdat er geen fiets in zijn maat te leveren was. De organisatie betreurt de diefstal. Ja, een fiets van een renner is natuurlijk dat is het voor een renner. En als je dat dan afgenomen wordt, dat is uitermate zuur. Want bij een valpartij ook, ze kijken altijd eerst hoe is mijn fiets en dan pas de rest. Dus ze geeft eigenlijk het belang van die fiets aan. C'est leur vélo personnel, hein. C'est pas le vélo de la fédération, à part les vélos de rechange. Donc pour elle, c'est beaucoup d'argent. C'est des vélos qui valent entre 5 et 7 000 euros. Avec les roues de course. Donc pour elle, c'est une grande importance. Et émotionnellement aussi, quoi. Donc, De Franse vrouwen wisten in de finale van de juniorenwedstrijd op het EK overigens geen rol van betekenis te spelen. Dit zijn beelden uit de laatste ronde met drie koplopers in Wemeldingen. De Nederlandse Nikki Zeilaert en de Zwitserse Carolina Bauer en de Poolse Lucia Pieterzak. Het gaatje met het peloton, waar de Italiaanse vrouwen het kopwerk doen, wordt niet groter dan een halve minuut. Een paar kilometer voor de finish worden de drie dan gegrepen en draait het uit op een massasprint op de houtkade in Goes. En de Britse Lucy Garner is de snelste en pakt de Europese titel voor de Italiaanse Anna Strieker en de Nederlandse Kirsten Koppes uit Noordhoek pakt het brons. De provincie attendeert automobilisten op een ludieke wijze op de start van het nieuwe schoolseizoen. Dat gebeurt met graffiti-teksten die alleen duidelijk te lezen zijn als het wegdek nat is. Hier staat: het regent, onze fietsertjes worden nat. Hou ze in de gaten, het zijn er heel wat. De tekst is een variatie op een oud kinderliedje. De gebruikte techniek wordt reverse graffiti genoemd. Eigenlijk spuit je de straat schoon met een tekst. En het is nu het jaar van het water, dus in dat kader vonden wij het wel heel leuk om dat thema te gebruiken voor deze campagne. En nu maar hopen dat de Zeeuwse kinderen vanaf morgen veelvuldig door de stromende regen naar school zullen fietsen, toch? Nee, we hopen zelf op nog wat zon. Daarvoor zijn de krijttekeningen altijd te zien. En als het regent, dan heeft dit nog een extra attentiewaarde. De reverse graffiti is in de omgeving van 33 scholen in de hele provincie aangebracht. De teksten blijven 2 maanden zichtbaar. Ierse kenaar Huub van Noorden en Sjaak Brouwer uit Vlissingen bezochten dit weekend de Olympische Spelen in Londen om de marathon te zien. Het idee ontstond op een toepasselijke manier. Afgelopen woensdag waren we een duurloop aan het doen als training voor de kustmarathon. En tijdens lopen hebben wij besloten om maar naar Londen te gaan in een opwelling. Nu staan we hier. En we lopen er zo eens even lekker op gemakje naartoe en even langs het parcours kijken. Even naar die gebouwen een beetje rondkijken die... De beroemde gebouwtjes hier allemaal. We zien het wel. Van Noorden was er vooral om de Keniaanse marathonlopers aan te moedigen. Hij woonde dit jaar 4 maanden in het Afrikaanse land. Ik heb daar voor mijn stage fysiotherapie heb ik daar 4 maanden gezeten. In die tent, precies te zijn. En samen met veel atleten gezien. En eigenlijk de 2 toppers die eigenlijk favoriet zijn voor de Olympische titel, heb ik eigenlijk onder mijn handen gehad. Dus het is eigenlijk wel leuk om die hier te zien rennen. Ik zie dat het heel erg druk is en het is ook best wel warm. Dus ik denk dat het wel een heel zware wedstrijd wordt, ook voor de atleten zelf. Maar ik denk dat ze wel heel goed gesport worden. Dat geeft ook wel heel veel kracht, denk ik. Maar ik verwacht wel dat er een Keniaan gaat winnen. De Olympische titel zat er niet in voor Kenia, want die ging naar de Oegandees Kiprotich. Maar een zilveren en bronzen medaille waren wel voor Kenianen. Wat doet hondje? Wat doet het hondje? Woef, woef, wat knap. En de poes? Nee, dat is wel een erg boze kat, hè?
Een kinderboerderij in Zierikzee vormde dit weekend het decor voor de familiedag van de Vrije Zeeuwse Papegaai. De organisatie vangt verwaarloosde vogels op en probeert ze te herplaatsen. Onder de getoonde exemplaren nogal wat kneusjes, zoals een papegaai met epileptische aanvallen, een dier met vergroeide poten en dan hebben we ook nog Nico. Deze vogel die heeft een ernstige hartkwaal en dat komt omdat hij in het verleden heel veel vette dingen gegeten heeft. Er is veel papegaaienleed in ons land en niet alleen omdat dieren verkeerde voeding krijgen. Mensen weten maar al te vaak niet waar ze aan beginnen als ze een papegaai aanschaffen. En daarom heeft de Vrije Zeeuwse Papegaai een welgemeend advies. Bezin eer je begint, want je hebt er net zoveel zorgen aan als aan een kind van 4 tot 5 jaar. De familiedag ondervond veel concurrentie van het strand. Maar het evenement heeft toch nog 2 mogelijke herplaatsgezinnen opgeleverd. En de vreugde over het weerzien van oude vrienden was er niet minder om. Wauw, hallo schat, waar zit je er weer? Wat ben je mooi! Morgen zijn er enkele zonnige perioden, maar ook wolkenvelden met de lokale bui. De zuidoostelijke wind neemt af tot zwak en wordt later veranderlijk. De maximumtemperatuur ligt tussen de 22 graden aan zee en 25 graden in het oosten van de provincie. En tot zover het korte nieuws en het weerbericht. Hier bij Omroep Zeeland zometeen onder meer terugkieken en dromen van Messi. Nog een hele fijne avond. Heeft u tips? Bel ons of mail.